Wie rolt de lekkerste sushis van Nederland? Deze week gaat de Japanse topchef meneer Oshima samen met culinair columnist Joël Broekaert op zoek naar de beste amateur sushikok van 2015. Maar ja, er moet er eentje gaan. Zo desu ka. Zannen desu ga. Gisteren zag u dat er een van de kandidaten naar huis werd gestuurd. Dies. Dankjewel voor de kans. En toen waren er nog maar 4 kandidaten over. Lidie van den Broek uit Zonnebreugel. Mantra-zingende Wendy Neuzerling uit Almere. Bierbrouwende Paul van Wingerde uit Delft. En familieman Erik van den Broek uit Nieuwegein. いらっしゃいませ. 4人になりました. 今日は頑張ってください. Jongens, jullie gaan zo dadelijk de keuken in, maar daarvoor gaan we eerst een quiz met jullie spelen. Uiteindelijk gaat er weer iemand naar huis. En dit zou zomaar het verschil kunnen maken. Meneer Oshima? Hai. Vraag 1. Kono sakana wa Nihongo de nan to iu deshou ka? Nou, laat maar zien, jongens. Mr. Oshima? Hai. What's the right answer? Hai, sake. Volgende vraag. Jullie moeten voor ons tekenen hoe je de eetstokjes naast het bord legt. Yes? Hidari to migi wa watashi. Tada chotto mochikata ga sou desu ne. Sou itte kudasai. Kore mo sou desu ne. Chotto mochikata ga. Maar eigenlijk had niemand het goed. Meneer Oshima laat even zien hoe jullie de stokjes geserveerd zouden moeten krijgen. De stokjes horen horizontaal te liggen, onder het bord, puntjes naar links. Laatste kans. Meneer Oshima? Hai. Zie je wat het is? Kono sakana wo nan to iimasu ka? Ik weet waar het is, maar ik weet niet hoe je het noemt. Hai, mishite kudasai. Laat het bordje maar zien. Wendy, wat heb jij nu weer opgeschreven? Ik heb yasu-fishi. Ik wist het echt even niet. Dus het is een Japanse sushi-fishi. Tadashii kotae wa Suzuki desu. Lidie, ik denk dat jij de meeste vragen goed beantwoord hebt. Misschien heb ik het wel heel graag nodig. Goed, dit was de quiz. Dan gaan we nu heel snel beginnen aan de eerste echte opdracht. Jullie gaan voor ons 3 gunkan maken. Sore de wa hajime! Nou, ik wist niet wat gunkans waren. Nu inmiddels wel. Dankzij Paul. Nu is hij. Ik hoorde dat we gunkan moesten maken, of gunkin, of ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Gunkan というのは戦争の時の船で、昔の船は軍艦は大きくて丸かった、そして黒かった、黒いというか濃いグレーだった。そしてそういうことからそういう形の海苔で作った形を軍艦と言います。Erik, wat ga je doen? Nou, sowieso eerst heb ik net de rijst gewassen, maar ik ga er 3 maken met vis. Eentje vegetarisch en eentje met kuit. Was het kuit? Ja. Achterig. Weet je wel wat je moet gaan maken? Ik heb wel een ideetje. Maar het ideetje? Is nog, het is een ideetje. Vertel eens. Ik verklap nog even lekker, helemaal niks. Weinig tijd voor de rijst. Het is krap.
vooral voor de rijst. Dat heeft echt wat tijd nodig. Maar we gaan het zien. Wat is er, Lidie? Nou, ik kom eigenlijk een gaspit tekort, maar ik los het wel op door het na elkaar te doen. De creativiteit slaat toe. Slaat toe? Ja. Dat is een goed teken, lijkt me. Ja, maar dat kan soms ook doorslaan. En dan wordt het eigenlijk heel lastig om een keuze te gaan maken van hoe en wat. En gezien de tijdsdruk is dat niet helemaal handig. Ik ruik hier een heel verbrand luchtje. Dus die pan, die handvaten, die stinken, dat is verschrikkelijk. Oh, die gaat nou ook echt in de fik. Kijk. Hoe is je verbinding met Paul? Met? Met Paul. Ik voel afstand. Ja? Hoe kan dat? Paul is ook lekker geconcentreerd bezig. Nog 20 minuten. Dat is niet heel veel meer. Nee. Als je nou nog niet staat te wapperen. Ikara desu ka? Hij gaat heel erg lekker. Wat heb je besloten om te maken? Ik heb besloten om iets met fruit te doen in een bakje. Fruit in een bakje? Fruit in een bakje, een fruitbakje. Dus wij vragen om Koenkan en jij gaat ons een fruitsalade serveren. Ja. Morgen zie je hoe de kandidaten vechten tegen de klok. 10 seconden.